Hey, ik ben Mark van Motor Cleaning Center TV en in deze video vertel ik jullie meer over de Revit Roamer beschikbaar bij motorcleaningcenter.nl. Motor Cleaning Center, de specialist in motorkleding. De Revit Roamer is een casual motorjas gemaakt van heel soepel rundleer. Het is glanzend leer om een wat stoerdere look te geven. En alle naden van deze jas zijn voorzien van veiligheidsstiksels. Dus dat zijn meerdere stiksels op elkaar, waardoor als je onderuit gaat het leer wel bij elkaar blijft. Hij is voorzien van NOX-protectie op de schouders en op de ellebogen. En op de rug zit een zak aan de binnenkant waarmee je de jas kan upgraden naar een level 2 rugprotector. Achterkant heel klein reflectortje in een donkere kleur, dus dat hij niet zo opvalt. JP is 1,82 meter lang, weegt ongeveer 80 kilo en draagt hier een maat 50. Waar je rekening mee moet houden bij een leren jas is dat hij nog een kwart tot een halve maat gaat rekken in de tijd dat je hem draagt. Dus hij mag lekker strak zitten. Deze jas is ook voorzien van een uitneembare thermovoering. Dus als die eruit gaat, moet hij ook niet te wijd gaan zitten. Je hebt hier aan de onderkant een mogelijkheid om hem iets strakker te zetten op je broek. JP draagt hem hier met een Kevlar jeans van Revit. Je kan hem eventueel ook met de Revit Maverick leren broek combineren. Aan de achterkant van deze jas zit een verbindingsrits die je vast kan maken aan de leren broek. En een lusje waarmee je hem eventueel aan een Kevlar jeans kan vastmaken. Aan de voorzijde heb je hier een zakje en ook aan de zijkant twee steekzakken. Aan de binnenkant heb je een uitneembare thermovoering. Dus je kan deze jas ook nog dragen als het frisser wordt. In de zomer hou je die er lekker uit en heb je alleen een dunne leren jas met een meshvoering over. Wil je meer informatie over de Revit Roamer of wil je deze jas bestellen? Klik dan op de balk in beeld. Bedankt voor het kijken en tot de volgende review.